Tot voor kort werden de liederen van Hadewig strofische gedichten genoemd. Men vermoedde wel dat ze bedoeld waren om gezongen te worden. Ze bestonden immers uit strofen, vandaar strofische gedichten. Maar in de handschriften staan geen noten en geen melodieaanwijzingen. Alleen van het laatste lied in de bundel, lied 45, wist men al vroeg dat het gebaseerd moest zijn op een bestaand kerklied, Mariae Praeconio, een loflied op Maria. Van dit Latijnse lied heeft Hadewig de laatste versregel van elke strofe letterlijk overgenomen, in het Latijn dus. Verder heeft ze nieuwe Middelnederlandse tekst geschreven die op de melodie van het Latijnse lied gezongen kon worden. Deze procedure, het maken van een nieuwe liedtekst op een bestaande melodie, heet contrafactuur. Mariae Praeconio wordt tot op de dag van vandaag in de kerk gezongen. We kennen de melodie. En we kunnen het 45ste lied van Hadewig dus ook zingen. En dat gaat zo. Aie hem welkens over baart die tiet, en as in al de wereld wiet, dat me geven mag de lied, dan verus amor. De meeste liederen in Hadewigs verzameling bevatten echter geen Latijnse woorden die ons op het spoor van de melodie kunnen brengen. En bovendien wijkt het Latijnse slotlied qua strofevorm sterk af van de meeste andere teksten in de bundel. Daardoor bleef het lang onduidelijk of ook de andere gedichten van Hadewig liederen zijn of niet. In 1984 zorgde de Antwerpse medio-Neerlandicus Frank Willaert voor een doorbraak. In zijn studie De Poëtica van Hadewig toonde hij aan dat de andere gedichten qua vorm weliswaar niet lijken op kerkliederen zoals Mariae Praeconio, maar wel sterke overeenkomsten vertonen met wereldlijke liederen. En meer bepaald met hoofse chansons uit het noorden van Frankrijk, gemaakt door trouvères. Dat zijn middeleeuwse dichters en componisten, te vergelijken met de meer bekende troubadours uit het zuiden. Nu, van veel trouvère liederen is de melodie bekend. In de jaren 90 van de 20e eeuw heeft de Utrechtse muzikoloog Louis-Peter Grijp de strofevormen van de liederen van Hadewig vergeleken met de strofevormen van Franse trouvère chansons. En hij ontdekte dat vier van haar teksten zo nauwkeurig paste op welbepaalde liedteksten van Franse trouvères, dat toeval is uitgesloten. Hadewig moet deze trouvère liederen hebben gekend. En ze heeft die gebruikt om er haar mystieke liedteksten op te componeren. Eén van die liederen is het 40ste lied. En dat begint zo. Als ons dit nieuwe jaar ontsteedt, zo hoopt men dat zaan komen zal die tiet daar menig op verveet die grooien doet berg en de dal. Doch is die blieschap ongereed. Zo is hem ook die geeft zien al op hoger minne schone beheet, eer hij verlinget die verheid ter minne. In vertaling, als het nieuwe jaar aanbreekt, dan hoopt men dat de tijd snel komt waarvan vele heil verwachten, en dat berg en dal in bloei zet. Toch blijft de blijdschap nog achterwege. Zo is het ook met hem gesteld, die zich volledig geeft, vertrouwend op de belofte van de hoge minne, voordat hij de voorsprong van de minne ingelopen heeft. Het rijmschema van deze strofe is AB, 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 A, C. Het aantal accenten in elk vers is 4.
De derde versregel bijvoorbeeld scandeert men als volgt. Die tiet daar menig op verveet. Nu, een opvallend kenmerk van lied 40 is dat de laatste versregel een weesrijm heeft. Het laatste woord van die regel rijmt niet op een ander woord en staat dus op zichzelf. Daardoor krijgt het een extra klemtoon. En niet toevallig plaatst Hadewig daar in elke strofe van lied 40 het woord minne. Zo beklemtoont ze dat de minne zich aan elke vergelijking onttrekt en alle tegenstellingen overstijgt. Nu, al die kenmerken. Het weesrijm in de laatste versregel, 4 woordaccenten in elk vers en AB, 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 AC als rijmschema, al die kenmerken dus komen ook voor bij één welbepaald trouvairelied. En daarvan kennen we de melodie. Het 40ste lied van Hadewig kan dus gezongen worden op de melodie van dat Franse lied. En gezongen klinkt het zo. Als ons dit nieuwe jaar ontsteekt, zo hoopt men dat samenkomen zal. Die tiet haar menig op verveet, die groeien doet berg en de dal. Doch is die blijdschap ongereed, zo is hem ook die geeft zien al. Op hoger minne schone beheet, eer hieverlinget die verheid der minnen. Naar aanleiding van de nieuwste uitgave van De Liederen in 2009 is Louis-Peter Grijp nog een keer in de Franse chansons gedoken op zoek naar parallellen met de liedteksten van Hadewig. Intussen heeft hij voor 19 van de 45 liederen een mogelijke melodie voorgesteld. De nieuwe uitgave is dan ook vergezeld van uitvoeringen waarin de liederen ten gehore zijn gebracht. En intussen hebben verschillende muziekensembles liederen van Hadewig in hun repertoire opgenomen. Na eeuwen verscholen te zijn geweest in vergeten handschriften, komen Hadewigs liederen opnieuw tot leven.